Ja, het is ook een investering natuurlijk. Je moet niet vergeten. En ik ga daar in de komende tijd meer over zeggen. We praten hier niet veel over geld. Maar Jezus sprak tamelijk veel over geld. Tamelijk veel, maar hij sprak er natuurlijk wel over. Maar vaak hebben we niet door dat geven aan Gods Koninkrijk is. Je moet niet vergeten wat een heleboel van ons doen. We hebben allemaal pensioenverzekering enzovoort. Niet waar, zodat we nieuwe ouder zijn, we wat geld aan de kant hebben gezet. Investeren in Gods Koninkrijk is in principe investeren in Gods Koninkrijk. Niet waar? Maar wat wij hier doen, op het moment dat ik sterf, is mijn pensioen afgelopen. Maar wanneer ik investeer in Gods Koninkrijk, dat heeft eeuwige gevolgen uiteraard. Maar goed. We hebben de afgelopen tijd gesproken over gaven van de geest en ook wat dat inhoudt qua houding en met elkaar omgaan. En we hebben het laatste wat we hebben gezegd is van 1 Korintiërs 14 vers 1, daar staat jaag de liefde na. En het woord dat daar gebruikt was is echt dat we er achteraan moeten gaan, heel serieus. En ik wil het vanmorgen hebben over het Koninkrijk van God, wat dat eigenlijk inhoudt. Want kijk, als we hebben gesproken over gaven van de geest, maar de gaven van de geest komen niet zomaar. Ze hebben te maken met onze houding. Ja? Wat is uw houding? En zoals we ook hebben gezien in die tekst, 1 Korintiërs 12 vers 16, waar zegt, maar wij hebben de denkwijze, of wij hebben de houding, staat in de Bijbel, de zin van Christus. Dus dat is wat wij moeten hebben. We gaan vanmorgen samen kijken naar wat teksten. Ik zal ze heel langzaam doorgeven. Ik heb ze niet aan John te geven vanmorgen, maar ik zal ze heel doorgeven, kun je netjes opschrijven en thuis ook even nog een keertje overlezen. Zoals ik zeg, als jullie komen naar me toe en ik stuur alle notities naar jullie toe via e-mail. Maar laten we even bidden. Heer Jezus, ik bid vanmorgen dat u ons helpt om uw woord dichter naar ons, dat we in ons mogen opnemen, Heer Jezus. Dat we niet alleen horen wat u zegt, maar dat we het ook toepassen in onze levens, dat we het ook doen. Want u zegt zelf ook, degene die het woord hoort en het doet, is als een man die een huisboot op een rots. Ik dank u hiervoor, Vader God. Zegen deze morgen, vraag me Jezus naam. Amen. Kijk even met mij naar 2 Korintiërs 6, vers 3. Vanaf vers 3 lees ik, tot en met 10. Hij zegt hier dat, hij roept ons, hij laat ons weten hier. Paulus geeft aan de Korintiërs door dat christen zijn niet makkelijk is. Dat je van alle kanten wordt aangevallen. Geestelijk gebied, mentaal gebied, lichamelijk gebied. En hij begint met vers 3. Hij zegt, wij geven in geen enkel opzicht enige aanstoot. Wat hij letterlijk zegt hier, is wij zetten voor niemand struikelblokken, zegt hij. Opdat onze bediening niet gesmaad worden, zodat mensen kunnen zien dat onze bediening authentiek is en dat het goed is. Maar wij doen onszelf in alles kennen als dienaren Gods. In veel dulden, in verdrukking, in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenschappen, in oproeren, in moeiten, in nachten zonder slaap, in dagen zonder eten, in reinheid, in kennis, in langmoedigheid, in rechtschapenheid, in de Heilige Geest, in ongeveinsde liefde, in waarheidsgetrouwe spraak, dat is letterlijk wat er staat, in de kracht Gods met de wapenen der gerechtigheid in de rechterhand en in de linkerhand, onder eer en smaad, in kwaad gerucht, in goed gerucht, als verleiders en toch betrouwbaar, als niet bekend, toch wel bekend, als stervend, zien wij leven, als getuchtigd, maar niet ten dode, als bedroefd, maar altijd blijde, als arm, maar velen rijkmakend, als niets hebben en toch alles bezittend. Dat is eigenlijk hoe wij zijn als christenen. We worden van alle kanten aangevallen. Dit is de reden waarom dat is omdat wij in een cultuur wonen die averechts tegen onze cultuur ingaat. Koninkrijk van God. Dus roept hij op, en dit zijn teksten die ik in het verleden ook heb gebruikt, Efeziërs hoofdstuk 5. Er zijn maar twee tekstjes, dus ik zal het even oplezen. Ziet dus nauwlettend toe hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid te nutten maken, want de dagen zijn kwaad. Dat zie je om je heen, ja? Ik weet niet of jullie dit merken, maar de muren komen langzamerhand van alle kanten naar ons toe in deze wereld. Want Jezus zegt, het zal zijn als in de dagen van Noach. Ja? Het sluit langzaamaan, komen die muren naar ons toe. Het is een gevaarlijke situatie. Maar goed. Ja, maar in 1965 heeft een Nobel laureate, is iemand die een Nobelprijs heeft gewonnen van dingen, heeft gezegd, hij zegt, 100 jaar geleden is het bewezen, dit in 1965 is het bewezen, dat de evolutie niet waar kan zijn. 100 jaar geleden is het bewezen dat het niet kan. Maar, zegt hij, als wij dat zeggen, moeten wij aanvaarden dat er een schepper is die dit allemaal gemaakt heeft. En aangezien wij dat niet willen aannemen, geloven we in de evolutietheorie. Dat heeft hij letterlijk gezegd. Kennen jullie, graag van jullie thuiskomen, lees Romeinen hoofdstuk 1, vers 18 tot en met 32.
In Romeinen 1 vers 8, daar staat het precies erin waarom de wereld in zo'n situatie is. En kijk, het punt is dat, wanneer je naar Nederland komt, wat moet je, iemand komt van een ander land naar Nederland, moet je een inburgeringscursus volgen. In Amerika, als je een citizen wil worden, moet je ook zo'n cursus volgen. Dan moet je, je krijgt zelf een examen, moet je invullen in Amerika. Een paar bladzijden lang. Okay. En dat moet je allemaal netjes invullen enzovoort. En ze vragen alle vragen over de geschiedenis, over de constitutie, over dingen. Moet je allemaal weten. Ja? Dat is eigenlijk wat ik vanmorgen wil doen. Kijk, het punt is dat toen Jezus kwam, wou hij hun laten weten dat zij niet behoren in deze wereld. En dat heeft hij letterlijk gezegd. Hij zegt, ze zijn in de wereld, maar ze zijn niet van de wereld. Hij heeft ons hier gezet. Maar wij moeten niet leven naar de regels van deze wereld. Moeten we de regering gehoorzamen? Absoluut. Jezus zegt, alle regering is van God, moeten we absoluut gehoorzamen. Dat staat buiten kijf. En er staat ook, geef aan ieder wat je schuldig bent, zij het eer dan eer, zij het belasting dan belasting. Jezus betaalde zijn belasting. Ik heb helemaal geen moeite om belasting te betalen. Helemaal niet. Maar, ik volg elke regering, zolang die regering niet tegen mij zegt dat ik Jezus niet mag volgen. Punt uit. Want dan komt het koninkrijk van God van pas. Dus hij zegt ons, want de tijden zijn kwaad. Er komen dingen in deze wereld op ons af die ongelooflijk zijn. Heel erg slechte dingen zijn. En omdat we hier in Nederland zijn, merken we het niet zo snel. Maar je kan dat niet zeggen van de mensen die in het Midden-Oosten wonen. Je kan dat ook niet zeggen van een heleboel mensen die in het Zuiden wonen. Niet waar? Want die ebola, een heleboel van die mensen die daar in die landen wonen, voor hun is het evengoed het einde van de wereld. Zo, niet waar? En de Bijbel leert ons dat wij, hij zegt, ziet nou letten toe hoe gij wandelt. Oké, okay? Zoals ik verleden week heb gezegd, we kunnen geen kerkje meer spelen. Dus hij roept ons ook op, en kijk naar Galaten hoofdstuk 5, want daarom zegt de Bijbel dat we onszelf moeten toetsen. Waarom? Want vaak doen wij dingen waar we niet eens doorhebben, dat die dingen niet goed zijn voor ons om die dingen te doen. En hij zegt bijvoorbeeld in Galaten 5, en ik lees vanaf vers 19, zegt hij, het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn. Hoererij, onreinigheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserij en dergelijke. Waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het koninkrijk van God, niet zullen beërven. Okay? Maar, zegt hij, de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, eerlijkheid, vriendelijkheid bedoel ik, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. En kijk wat er staat. Tegen zodanige is de wet niet. Want je bent in genade en niet in de wet. Vers 24. Want wie Christus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerte gekruisigd. Zie je? Dus je hebt die dingen niet zoals afgoderij, toverij enzovoort. Kijk, ik weet dat je denken van, oh, vandaag is er in West-Europa is er geen afgoderij. Ja, tuurlijk is er afgoderij. Een heleboel mensen aanbidden geld. Is er afgod? Nee, is gewoon afgod. Jezus heeft zelf gezegd, je kan niet geld, de mammon dienen als het geld, God van geld of van rijkdom enzovoort. En hij zegt, want wie, vers 24 nogmaals, wie Christus Jezus toebehoren en bevlees met zijn hartstochten en begeerte gekruist, indien wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest het spoor houden en niet praalziek zijn, elkander tartend, elkaar benedend. Zie je? Hij zegt, die dingen sluipen heel makkelijk binnen, voordat je weet zijn ze daar. Daarom is het belangrijk dat we elkaar elke keer weer onderzoeken. Okay? Want wie Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerte gekruisigd. Dus je leeft er niet meer naar. Lucas hoofdstuk 6 vers 45, hoef niet op te zoeken, maar schrijf het om, want het is maar één vers. En dan Lucas hoofdstuk 6 vers 45 zegt, dus het is ook belangrijk natuurlijk, wat in je hart is, komt uiteindelijk naar buiten. Waar of niet? Komt gewoon naar buiten. Op een gegeven moment komt naar buiten, je ziet het. Ik had jullie verteld verleden week toch van die man die daar zo stond te praten. Toch, vertelde ik. Met iemand en iemand wou even vragen in de kerk voor de dienst begon. Mag ik even storen, want de dienst begint. Ik wil even wat zeggen. Zo van, hij zei van, ja, ik begon echt tegen die man uit te varen. Echt heel, tegen die broeder uit. Ik vond het ongelooflijk. Ik vond het helemaal gênant dat gebeurde. En een half uurtje later, dus dienst werd, zeiden ze van, iemand wil een profetie geven van, en zo van. En toen ging die ene persoon die andere persoon had uitgekafferd, ging naar voren en begon met tranen in de ogen te vertellen hoeveel de Heer van ons hield. Ik zei, dat is niet van God. Wat in je hart is, komt er uiteindelijk uit. Een goed mens brengt uit de goede schat zijn hart het goede voort. En een slecht brengt uit het boze schat het boze voort. Want waar het hart van vol is, daarvan spreekt de mond.
komt op een gegeven moment komt het eruit. 1 Korintiërs 12 vers 16 zegt, maar wij hebben de houding van Christus. Dat is wat wij moeten hebben. 1 Korintiërs 12 vers 16. Want wij hebben de denkwijze van Christus. Wij moeten denken zoals Christus denkt. Ja? Dus hij zegt in Galaten hoofdstuk 5, dat zij die naar het vlees leven zullen het koninkrijk van God niet beërven. Oké. Dan gaan we stelselmatig bekijken, wat houdt het in om een onderdeel van het koninkrijk van God te zijn, te worden en ook naar te leven. Ten eerste moet je wedergeboren zijn. En wedergeboren is niet zomaar, want ik sprak laatst met iemand en die zei van dat ze nog veel last hadden van het verleden. Elke keer komt de leden naar boven, dan voelen ze zich weer slecht, weer gênant en weer enzovoort. En ik zeg altijd, ja, als de Satan je aan je verleden herinnert, herinner hem aan zijn toekomst. Hij wil dat doen, want het punt is dat je moet niet vergeten dat zij die in Christus Jezus zijn, zijn een nieuwe schepping. Kijk, je moet één ding niet vergeten. Er is een groot verschil tussen dat ik die auto helemaal opnieuw ga bouwen, of dat ik die auto wegdoe en een nieuw omhulsel zet, waar of niet. Er is een groot verschil tussen die twee. Oké? Dus wat Jezus zegt, is niet dat je jezelf moet veranderen. Hij zegt, je moet helemaal opnieuw beginnen. Je moet wedergeboren worden. Johannes 3, vers 3 tot en met 5. Kijk, we gaan voorlopig in de evangelie blijven. En hij zegt hier, Johannes 3, want Nicodemus kwam tot hem op een avond. En hij zei tegen hem, hij zegt, want hij was een onderdeel van de Sanhedrin. Dat was de geestelijke leiders van Israël. En hij was daar onderdeel van, waar de Farizeeën en de Sadduceeërs die daarin waren. De Farizeeërs geloofden natuurlijk in het leven hierna en de Sadduceeërs niet. En de reden waarom dat is, is omdat de Sadduceeërs alleen maar keken naar de 5 boeken van de Torah, van de Bijbel. Die alleen waren de boeken die ze aanvaarden, want die kwamen van Mozes, die andere boeken aanvaarden ze niet. Maar hemel en hel en die soort dingen komen heel weinig voor daarin. En engelen enzovoort komen helemaal praktisch niet voor in de eerste boeken. Wel, toch wel, maar dat komt veel later voor, dus zij zagen dat niet. Of aanvaarden dat dus niet. Dat is eigenlijk het verhaal. En zij staat in het ding. Maar hij komt naar ons toe en zegt, ja, maar wij weten dat hij van God komt. Zie je, de Sanhedrin wist wie hij was. Maar ze wilden hem niet aanvaarden. En hij zegt hier in vers 3, Jezus antwoordde tot hem en zeide, voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien. Oké? Begrijpen jullie één ding wat er hier zo staat? Er staat niet dat als je niet wedergeboren wordt, dat je het koninkrijk van God niet binnen kan komen. Dat staat buiten kijf. Hij zegt, je kan het niet zien. Waarom kan je het niet zien? Zie je? Omdat je geen geestelijke ogen hebt. Je hebt wereldse ogen, je kan bepaalde dingen niet zien. Ja? En Nicodemus zei dat, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Kan hij voor de tweede maal de moederschoot in haar geboren worden? En Jezus antwoordde, voorwaar, ik zeg u. Tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Want wat uit vlees geboren is vlees, wat uit geest geboren is geest. Zie je? Hij zei van, oké, het is nou tijd dat Israël gaat leven naar de geest van Gods woord. Want jullie hebben al deze tijd gedaan naar het vlees. Die wetten allemaal volgen. En dan kwamen ze ook naar Jezus toe en zeggen van, op de Sabbat mag je niet genezen. Oké? Want het was allemaal naar het vlees. Dus daarom was er zo'n botsing tussen Jezus en hen. Want zij wouden vasthouden aan het wereldse idealisme van het koninkrijk van God. Het moet hier gebeuren. Het moet hier op aarde gebeuren. Maar Jezus zei, het moet niet op aarde gebeuren, het moet in je hart gebeuren. Dat was het koninkrijk van God. Tenzij iemand geboren werd uit water en geest, dus door de Heilige Geest, dus met de doop en de Heilige Geest, kan je het koninkrijk Gods niet bepalen. Maar om dat te kunnen doen, moet je ook een bepaalde houding hebben. Kijk naar Lucas hoofdstuk 18. Ten eerste om het koninkrijk van God binnen te gaan, moet je wedergeboren worden. Moet je sterven voor de zonde en opstaan door de Heilige Geest. Dus je moet wedergeboren worden. Niet waar? Want je moet niet vergeten, jullie zijn allemaal hier geboren, velen van jullie zijn allemaal hier geboren. En jullie zijn als Nederlands geboren. Benny is in Indonesië geboren, is Indonesiër. Sister Alicia is geboren in Curaçao, ze is een Curaçaoenaars. Begrijp wat ik bedoel? Dus waar je geboren bent. Dus je moet geboren worden in het koninkrijk van God. En om dat te doen moet je wedergeboren worden. Want je kan niet zeggen van, oké, ik ga een testje nemen en ik ben nou het koninkrijk van God. Nee, je moet sterven in deze wereld naar het vlees en dan leven naar het geest. Ja? Wedergeboren worden. Oké. Hoofdstuk 18, Lucas. Ik lees vanaf 15 tot en met 17. Om dat te kunnen doen, moet je ook een bepaalde houding hebben. Nadat je wedergeboren bent, moet je een bepaalde houding hebben. En die houding is als volgt. Zij brachten ook kleine kinderen tot hem, opdat hij ze zou aanraken. Toen de discipelen dat zagen, bestraften zij hen.
val Jezus niet lastig met die kleine kinderen. Ze zijn niet waar. Kinderen moet je zien, je moet ze niet horen. Moet je ze blazen, laat ze wegblijven. Maar Jezus zeide, riep ze tot zich en zeide, laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet, want voor zodanig is het koninkrijk God. Wie het koninkrijk Gods niet ontvangt als kind, zal voorzeker niet binnengaan. Want je weet hoe een kind is. Een kind heeft geen ideeën van wat slecht is, wat goed is enzovoort. Dat kind volgt wat de ouder zegt. Zie je? Zie je, vandaar ik ook zeg dat, als je kijkt naar Adam en Eva, die waren daar geboren, wel geschapen zijn ze niet geboren, maar zij waren geschapen, en ze zaten daar bij God, niet waar? En hij zei van, als je van die boom eet, zal je sterven. Dus met andere woorden, alles wat God zei dat niet goed was, was slecht, en alles wat God zei dat goed was, was goed. Dus toen zij van die boom, als zij hadden gezegd van, ik eet niet van deze boom, nee, slang, ik eet niet van deze boom, hadden ze direct geweten wat slecht is en wat goed was. Ze hoefden niet van die boom te eten om goed en slecht te kennen. Alleen doordat je een keuze maakt, zeg je van, dit doe ik wel en dit doe ik niet. Dit is goed en dat is slecht. Dan weet je direct wat goed en slecht is. Dus ze hoefden niet van die boom te eten om de kennis van goed en kwaad te kennen. Toch? Begrijp je wat ik bedoel? Waarom? Je moet als een kind te binnen gaan. Mijn vader zegt dat het slecht is, dus ik doe het niet. Punt uit. Ik heb een heleboel geen slechte dingen gedaan. Weet je waarom? Dat mijn moeder zei het is slecht. En mijn moeder zei het slecht is slecht. Punt uit. Zo heb ik het aanvaard. Zo heb ik geleefd. Ja. Want ik vertrouwde er. Puur en simpel. Ja. Het volgende punt om het koninkrijk van God binnen te kunnen gaan is focus. Waar kijk je naar? Waar richt je je op? Markus hoofdstuk 10. Kijk, ik wil jullie één ding bijbrengen. De hemel is geen wolkje. Het is echt een reële plaats. Er zitten ook muren daar. Het is gewoon een andere, zullen we zeggen, realiteit. Maar er zijn muren daar. En je moet niet vergeten, de mensen die daar op het ogenblik zijn, hun lichamen zijn nog hier. Maar er is één mens in de hemel van vlees en bloed. Hij heeft bloed die door zijn aderen stroomt. Nog steeds. Hij is de enige die ons voor is gegaan. Hij heeft het verheerlijk lichaam. Jezus is een mens. Jezus is een mens. Hij is God 100% God, 100% mens. Op het ogenblik is hij 100% God en 100% mens. Hij heeft de vlees. Hij heeft vlees en bloed. Al die anderen die daar zo zijn, zijn daar met hun geest. Want hun lichamen zijn nog hier op aarde. Behalve waarschijnlijk die als getuigen terugkomen, want zij moeten ook sterven. Want zij zijn van de oude orde. Niet waar? Maar wat ik daarmee wil zeggen, is dat wij moeten realiseren dat dit gewoon simpel een doorgangsweg is. Wij zijn op reis naar huis. Ken je dat lied? Zingend gaan wij naar huis. Oké, wel, dat is in principe wat we zijn, toch? Wij zijn op reis naar huis. We zijn op doorgang. Dit is een doorgang. Dus om het koninkrijk van God binnen te gaan, moet je het van een bepaald punt benaderen. Je moet een bepaalde focus hebben. Ik lees vanaf vers 23, Markus 10, vers 23. En Jezus rondziende zeide tot zijn discipelen, hoe moeilijk zullen zij die geld hebben, het koninkrijk van Gods binnengaan. En zijn discipelen waren zeer verbaasd over zijn woorden, maar Jezus antwoordde weder en zeide tot hen, kinderen, hoe moeilijk is het voor het koninkrijk binnen te gaan? Het is makkelijker dan dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat de rijke het koninkrijk God binnengaan. En toen zijn nog zeer... En ze waren nog meer verslagen en zeiden tot elkaar, maar wie kan dan behouden worden? En Jezus zag hen aan en zeide, bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God. Want alle dingen zijn mogelijk bij God. Petrus begon tot hem te zeggen, en wij hebben alles prijsgegeven om u te volgen. Jezus zeide, voorwaar ik zeg u, er is niemand die huis of broeders of zusters of moeder of vader of kinderen of akkers heeft prijsgegeven om mij en om het evangelie, of hij ontvangt 100-voudig terug, nu in deze tijd, huizen of broeders of moeders en zusters en kinders akker met vervolging in de toekomende eeuw, het eeuwig leven. Oké, dit was eigenlijk het probleem. In Israël was er een houding, en dat heb je vandaag nog steeds, dat als je rijk bent, dat je door God gezegend bent. Trouwens, er staat in het Oude Testament dat God is degene die rijkdom geeft. Dus een heleboel mensen dachten, in die tijd was de denkwijze dat als je rijk bent, dat je door God gezegend bent, je bent hier gezegend, dus je komt zeker in de hemel terecht, want je bent heel speciaal gezegend. Ja? Maar Jezus, een heleboel van die ideeën die ze hadden, heeft hij ondersteboven moeten gooien. Dat was trouwens het verhaal van Lazarus ook. Hij moest dat verhaal ook ondersteboven gooien, want zij hadden bepaalde denkwijzen en geloven die hij weg moest doen. En de manier waarop hij genas, die al elke keer een blind op een andere manier, hij moest die dingen ook, ik zal een andere keer daarover hebben. Er waren bepaalde dingen die men geloofde in die tijd,
die Jezus moest wegdoen. Ze hadden verkeerde ideeën over het koninkrijk van God. Dus hij wil hem laten zien. Hij zegt, kijk, het is, hij zegt, maar wij hebben niets. Hij zegt, kijk, laat me het zo stellen. Hij zei eigenlijk hier, zei Petrus, waar we alles prijzen geven om u te volgen. Hij zegt, we zijn gezegend met het, wat we kunnen doen en zo. Maar nou, dat alles weg is. Dus we hebben nou helemaal niets meer. Wat krijgen wij dan? Als die rijken niet binnenkomen, hebben we gewoon, en wij hebben helemaal niets, zijn wij allemaal de pisang. Dat was eigenlijk wat hij zei. Toen zei Jezus, nee. Jij kijkt ernaar van wat je hebt in het vlees. Ik wil jullie daaruit weghalen. Het heeft te maken met het koninkrijk van God. Hij zegt, als jij het belang, want zie je, hij zegt, als je akkers weggeeft voor mij. Want je moet niet vergeten, in die tijd was de akker veel belangrijker dan een huis of auto of wat dan ook niet, want je moet kunnen eten. Dus je kan je eigen dingen planten. Als je akker hebt, heb je geen problemen, tussen aanhalingstekens. Weet je wat ik bedoel? Want je kan zelf je groenten en je vlees en je dingen planten en je diertjes roepen rond en je kan slachten en je hebt te eten. Dat was het belangrijkste. Als je eigen akker had, was het goed. Ja, nou moet je geld op de bank hebben, dan kan je het kopen. Maar die tijd was een akker veel belangrijker. Nou, dat zegt hij hier. Dus als je, hij zegt, maar als je zelf je moeder of je broeder of je zuster of je vader of je kinderen prijsgeeft om mij, dus je, dat je, van, ik laat ze daar en ik ga de Heer volgen. Hij zegt, dat, zo kom je het koninkrijk binnen. Het is, waar richt je je op? Wil je je op geld richten? Wil je op de dingen van de wereld richten? Kom je niet binnen. En trouwens, die dingen gaan voorbij. Maar waar jij je op richt, het koninkrijk van God, die gaat nooit voorbij. En ik heb jullie al vaker gezegd, het koninkrijk van God is al op deze aarde. Het is er al, niet waar? Daar ga ik zo direct meer over zeggen. Okay. Kijk even met mij naar, ook nog een ander tekst hierover. Kijk naar Lucas 9. Dus ik heb nog steeds over focus. Je focus. We blijven in Lucas, Marcus en Matthäus. Voorlopig. Ja. En ik lees 61 en 62. Lucas 9 vers 61 en 62. En weer een ander zeide, ik zal u volgen, heren, maar laat mij eerst afscheid nemen van mijn huisgenoten. Maar Jezus zeide tot hem, niemand die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk God. Zie je? Met andere woorden, waar richt je je op? Zie je? Met andere woorden, je hand aan de ploeg. Je moet kijken waar je naartoe gaat. Je moet niet kijken waar je geweest bent. Je moet vooruit kijken. Waar richt je je op? Als je het koninkrijk God binnen wil komen, moet je die kant op kijken. Je mag niet achterom kijken. De Bijbel leert ons heel duidelijk, staat in de Jesaja, waar God zegt tegen de Israëlieten, ik gooi uw zonde achter mijn rug. Je begrijpt wat dat betekent. God kijkt nooit om. Hij kijkt nooit om. Dus iemand vertelde me laatst dat ze heel veel moeite hadden met de zonde die ze hebben gedaan in het verleden. Ik zei, maar je bent wedergeboren, dus wat ouders voorbij het nieuws zou komen, je moet niet achterom kijken. Het is de vijand die wil dat je achterom kijkt. Want hij wil je bezighouden. Je moet vooruit kijken. Waar is je richtje je op? Nou, het koninkrijk van God. Waarom zegt Jezus dat je niet om je heen moet kijken naar het koninkrijk van God? En dat deden de Joden. Ze worden kijken naar het koninkrijk om ze heen kijken. Kijk naar Lucas hoofdstuk 17. En hij zegt hier, het koninkrijk van God, het is heel belangrijk dat jullie één ding hiervan begrijpen, zegt hij. Want zij hadden, zoals ik zei, zij hadden een idee, want zelfs toen Jezus gestorven was, opgestaan was, hij dood, 40 dagen met hun rond was gegaan, hun allemaal gegeven, zoveel, net voor hij vertrekt, zeggen ze wat tegen hem. Herstelt u nou het koninkrijk van Israël. Zie je, ze hadden nog steeds het idee van, dit moet hij komen doen. Ze hadden, het drong nog steeds niet tot hun door. Want hij moest hun één ding laten zien, het koninkrijk van God kan niet van buitenuit komen. Kijk wat er staat, ik lees 20 en 21, vers 20 en 21, Lucas 17. En op de vraag der Farizeeën, wanneer het koninkrijk God komen zou, zie je, dat hadden zij ook weer gevraagd. En antwoordde hij hun, het koninkrijk God is niet zo dat het te breken is. Ook zal niemand niet zeggen, zie, hier is het of daar. Want zie, het koninkrijk God is, het staat letterlijk in u. Het koninkrijk God is in u. Zie je? Want Jezus is gekomen om het koninkrijk God vanuit onze hart te maken. Want je begrijpt, ik zeg bijvoorbeeld vaak gebeurd. Jezus kwam op de aarde en alles wat hij hoefde te doen was dit. En alles was gesteld. Er waren geen woestijnen meer, alles was helemaal prachtig. Er was niemand meer was ziek, er was nergens honger. Alle akkers zaten vol. Binnen 30 seconden was het weer verpest. Waar of niet? Want het probleem ligt niet in de wereld. Wij veroorzaken die problemen in de wereld zijn. Daarom zegt hij, het koninkrijk in jou is, draag jij dat uit naar de wereld. En dan wordt de wereld,
Want het koninkrijk God is in u. Hij zegt dus, het is niet daar, het is niet daar. Je hoeft het niet te gaan zoeken buiten je. Je moet het zoeken binnen jou. En als je het koninkrijk Gods bent, moet je ook verschillende belangrijke dingen doen eigenlijk. Eén van ze is, te beginnen met de eerste, je moet vrucht dragen. Markus hoofdstuk 4. Eigenlijk is het andersom. Je moet ten eerste groeien en dan moet je vrucht dragen. Als je het koninkrijk God bent, moet je groeien en dan vrucht dragen. Markus hoofdstuk 4, kijk naar vers 30 tot en met 32. En hij zeide, hoe zullen wij het koninkrijk Gods afbeelden? Of onder welke gelijkenis zullen wij het brengen? Het is als een mosterdzaadje, dat wanneer het in de aarde gezaaid wordt, het kleinste is van alle zaden op de aarde. En toch, als het gezaaid is, opkomt en groter wordt dan alle tuingewassen, en grote takken maakt, zodat zij schaduw zijn voor de vogelen des hemels, waar de vogelen des hemels in kunnen nesten. Zie je? Hij zegt met andere woorden, je plant het en het wordt heel erg groot. Het moet kunnen groeien. Ja, en hij zegt, op andere plaats zegt hij ook, hij zegt het koninkrijk van God is als gist. Je zet een klein beetje erin en het gaat door alles heen. Zuurdeesem. Het gaat door alles heen. Ja toch, je zet het erin en het gaat door dat hele ding heen. Hij zegt, dat moet het koninkrijk van God zijn. Als het in jou is, moet het door alles heen gaan en het moet alle facetten van je leven aantasten. En ten tweede, het moet vrucht dragen. Markus hoofdstuk 4, vers 26 tot 29. En hij zeide, alzo is het koninkrijk Gods, als een mens die zaad werpt in de aarde en slaapt en opstaat dag en nacht en het zaad komt op en groeit zonder dat hij het zelf weet hoe. De grond brengt van zichzelf vrucht voort, eerst de halm, daarna de aar, daarna de volle koren en de aar. Wanneer dan de vrucht rijp is, laat hij er terstond een sikkel in slaan, opdat de oogst steeds aangebroken is. Dus hij moet vrucht dragen. Je moet vrucht kunnen dragen. Maar waarom hij hier zo staat, zonder dat hij zelf weet hoe. Okay? Met andere woorden, om vrucht te kunnen dragen, heb je één persoon nodig en dat is de Heilige Geest. Ik zeg het vaker, christen zijn is niet moeilijk, christen zijn is onmogelijk. Niemand kan christen zijn dan door de Heilige Geest. Maar dit alles draait om, komen we allemaal weer op hetzelfde terecht. Om dit allemaal zo te kunnen leven, hebben we één ding nodig. En wat is dat? Liefde. Markus 12. De wet van de liefde. Het koninkrijk van God is gebaseerd op twee dingen. Een ander fundament dan Jezus Christus kan niemand leggen, zegt Paulus in 1 Korinthe hoofdstuk 3. Tweevoudig. Het fundament van het koninkrijk van God is tweevoudig. Het is liefde en het is... Jezus heeft gezegd dat hij liefde is en heeft gezegd dat hij waarheid is. Zonder het woord van God kom je nergens. Dat is het fundament van Christus. Dat fundament. Een ander fundament dan Jezus Christus kan niemand leggen. Waarheid en liefde. Ja, die heeft vaak gezegd, liefde is geen begrip, het is een persoon. Vers 28 lezing. En een der schriftgeleerden tot hem komende hoorde dat zij met elkaar reden twisten en overtuigd dat hij een goed geantwoord had, vroeg hij Jezus, welk gebod is het eerste en van alle? Dus de belangrijkste bedoelt hij hier. En Jezus antwoordde, het eerste is, hoor o Israël, de Heere is onze God, de Heere is één. Shema Israël, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. En gij zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart, uit geheel uw ziel, en met geheel uw verstand en geheel uw kracht. De tweede is dit, gij zult uw naaste liefde hebben als uzelf. Een ander gebod, groter dan deze, bestaat er niet. En de schriftgeleerde zei tot hem, inderdaad, meester, naar waarheid heb gij geantwoord, dat hij één is en dat hij niet ander is dan hij. En hem lief te hebben, uit geheel het hart en uit geheel het verstand en geheel het kracht, en de naaste lief te hebben als uzelf, is meer dan afbrandoffers en slachtoffers. En wat antwoordt Jezus? Jezus ziende dat hij verstandig geantwoord wordt, zeide, gij zijt niet ver van het koninkrijk van God. Zie je? Het koninkrijk van God draait om één ding. Is gebaseerd op twee dingen in principe. Liefde en waarheid. Dus hij wijst er ook op. Kijk met mij naar Matteüs hoofdstuk 13. Hij wijst ons erop. Als je het niet erg vindt, wil ik dit even afmaken. Hij wijst ons er ook hierop. Wat het allerbelangrijkste is van het koninkrijk van God. Wat is het allerbelangrijkste van het koninkrijk van God? Met andere woorden, hoe belangrijk is het om het koninkrijk van God te willen hebben? Okay? Soms wordt het in de Bijbel, vooral in Matteüs, noemt hij het meer het koninkrijk der hemelen. Matteüs hoofdstuk 13. Ik lees vanaf vers 44. En Jezus zegt hier, het koninkrijk der hemel is gelijk aan een schat, verborgen in een akker, die een mens ontdekte en verborg, en in zijn blijdschap erover gaat hij heen, en verkoopt al wat hij heeft en koopt die akker.
Evenzo is het koninkrijk de hemel gelijk aan een koopman die schone parelen zocht. Toen hij een kostbare parel gevonden had, ging hij heen en verkocht al wat hij had en kocht die. Evenzo is het koninkrijk de hemel gelijk aan een sleepnet achter, neergelaten in de zee, dat allerlei bijeenbrengt. Wanneer het vol is, haalt men het op de oever, zet het neer, verzamelt het goede in vaten, doch het ondeugelijke werpt men weg. Zo zal het gaan bij het volleinding der wereld. De engels zullen uitgaan om de boze uit het midden der rechtvaardigen af te zonderen. En zij zullen in het eeuwige vuur werpen. Daar zal het geween en zijn en tanden geknaars. Dus hij zegt van hier, hij zegt kijk, deze man kijkt en hij ziet een parel. Hij zegt, deze parel, deze ene parel is mij alles waard. Hij gaat en verkoopt alles wat hij heeft. Want hij wil die ene parel hebben. En hij zegt van, het is net een schat. Ik heb het gevonden. Ik ga het heel diep begraven. En dan ga ik die akker kopen, zodat dat mij kan toe-eigenen. Niet waar? Want dat is wat Jezus zegt. Is, wat heb je voor het koninkrijk van God over? Wat we net hebben gelezen in Marcus 10. Waarin hij zegt, wie is iemand zijn broeder of zijn moeder of zijn vader zijn akkers prijs geeft om het, mij het evangelie. Zie je, dat is wat hij zegt. Als je alles weggeeft voor het koninkrijk van God. Dus dat is het allerbelangrijkste. Wat is belangrijk voor jou, zegt hij. Niet waar? Nou, houdt het koninkrijk van God ook bepaalde dingen in. En wat het inhoudt namelijk, is dat we klaar moeten zijn en moeten waken. Kijk naar Matteüs hoofdstuk 25. Ik lees vanaf vers 1. Dan zal het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met 10 maagden. Zie je, het koninkrijk van God wordt hier vergeleken met 10 maagden, die haar lampen namen, uittrokken de bruidegom tegemoet. 5 van haar waren dwaas en 5 waren wijs. Doch de dwazen namen hun lampen mede, maar geen olie. Doch de wijzen namen de olie in haar kruiken met haar lampen. Dus die hadden extra bij zich. Ze hadden olie in hun lampen, maar ook extra kruiken. En die anderen hadden alleen olie in hun lampen, verder niet. Terwijl de bruidegom uitbleef, werden ze allen slaperig en sliepen in. Midden in de nacht klonk een geroep. De bruidegom, zie, gaat hem tegemoet. Toen stonden al die maagden op en brachten haar lampen in orde. Maar de dwazen zeiden tot de wijzen, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoorden en zeiden, nee, er mocht niet genoeg zijn voor ons en voor u. Gaat liever naar de verkopers en koop voor uzelf. Doch terwijl zij heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom en die gereed waren, gingen met hem bruidslofzaal binnen. En de deur werd gesloten. Later kwam een ander man en zei, heer, doe ons open. Maar hij zeide, voorwaar, ik ken u niet. Waak dan, want gij weet de dag nog het uur. Dus wat hij hier eigenlijk, zoals ik vaker heb verteld, in die tijd waren geen kaarsen. Ze hadden lampen en zetten olie in die lampen en dat werd er gebrand met een lont. Hè. En wat het verhaal hier eigenlijk in het Oude Testament en in het Oude Nabij Oosten vertegenwoordigde olie in Israël, de Heilige Geest. Want die geeft licht. Ja? En daarom moest het altijd die lampen branden in de tabernakel. En wat hij eigenlijk hier zegt is dat die 5, dat hij, met andere woorden, zijn christenen, zijn gelovigen in Jezus. Maar 5 van ze hebben de Heilige Geest in hun leven uitgedoofd. Dus toen Jezus kwam, waren ze niet klaar om mee te gaan. Maar die anderen wel. En waarom zegt, geef ons van je olie? Dat kan ik kan de Heilige Geest niet met je delen. Het is tussen jou en de Heilige Geest persoonlijk. Met andere woorden, wat hij hier zegt, is dat ik niet kan zeggen van, mijn moeder is een heel gelovige vrouw, ze is voor de Heer zelf gestorven, gemarteld en wat dan ook. Dus ik kom ook in de hemel terecht. Dat gaat niet zo. God is een persoonlijke God. Ja? Kijk even verder naar Matteüs hoofdstuk 14. En daar praat hij over de 5 talenten. Hij praat over talenten. Hij zegt, koninkrijk van God, want hij gaat door eigenlijk. Want het is als een mens die bij zijn vertrek naar het buitenland zijn slaaf riep en hun zijn bezit toevertrouwde. En aan een gaf hij 5 talenten, aan de 2 en de andere 1. En ieder naar zijn bekwaamdheid. En hij reisde buitenland. Dat is wat ik vaker heb verteld. Hij heeft 5 gegeven, 2 en 1. Naar ieder naar zijn bekwaamdheid. Maar heeft ieder persoon heeft God 100% gegeven. En die ene, je kent het verhaal, verdiende 5 bij, die andere verdiende 2 bij, die andere begroef het. Zij deed er niets mee. Dus God heeft een talent gegeven, iets gegeven en hij doet niets mee. Want hij vindt, ik kom op zondag en ik ga netjes in de kerk zitten en verder. Ga ik niet uitzoeken of ik talenten of gaven heb. Ik wil gewoon weer naar huis direct nadien gaan. Ja? En hij zegt hier, je kent het verhaal allemaal, de meester komt terug. Hij zegt, oh, ik heb je 5 gegeven, je hebt 5 bij verdiend. Wel gedaan. Goede getrouwe slaaf, vers 21. Over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen. Ga in tot het feest van uw Heer. Die met 2 talenten trad ook toe en zei, Heer, 2 talenten heb ik gegeven, ik heb er nog 2 bij gehad. Welke gij goede trouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouwd geweest, over veel zal ik u stellen. Ga in tot het feest van de Heer. Hebben jullie niet gemerkt dat hij precies hetzelfde zei? Alhoewel die ene 5 had en nog 10 heeft en die andere had 4 en 2 en heeft nog 4. Maar kijk wat hij zegt. Precies hetzelfde. Zie je? Het gaat niet om wat je, het gaat niet alleen om wat je doet, maar dat je gehoorzaam bent.
En die andere zegt hij, ik heb die ene talent ontvangen, maar ik wist dat u een hard mens was, zei die maait en wanneer gezaaid hebt, die bijeenbrengt van plaatsen wanneer je niet gestrooid hebt. En ik was bevreesd, ik ben heen gegaan, ik heb uw talent in de grond verborgen. En hier is, ik geef het aan je terug. Hij zegt, geen slechte luie slaaf. Als jij dacht dat ik maaide waar ik niet gezaaid heb, en jij vond dat ik bijeenbreng waar ik niet gestrooid heb, alles is niet waar, maar dat jij dat dacht, moest je ook zo hebben gehandeld. Toch? Hij is niet dat die man zegt dat hij zo is. Hij zag zijn meester zo, als zodanig, maar dat hij die meester zo is. Maar hij zegt, als jij dat dacht, moest je veel voorzichtiger zijn geweest en veel meer hebben. Dan moest je niet één talent bij hebben gehad, maar 15. En hij zegt, neem die talent van hem af, vers 28, geef het aan die anderen. Want ieder die heeft, zal gegeven worden. En hij zal overvloedig hebben. Maar wie niet heeft, zelf wat hij heeft, zal van hem afgenomen worden. Oké? Okay? En hij werpt die onnutte slaaf in het diep buitenste duisternis. Waar er geweden zijn en tanden geknars. Dus dat zijn mensen die God afwijzen. Die God kennen en hem afwijzen. Ik heb nog een paar puntjes, dan ben ik klaar. Wat wij ook moeten doen qua het koninkrijk van God, volharden. Heel belangrijk. We moeten kunnen volharden. We moeten volharden. Kijk naar Handelingen hoofdstuk 14. Okay? We moeten volharden. Handelingen 14. 21 en 22. Toen zij aan die stad het evangelie verkondigd en er verschillende discipelen gemaakt hadden, keerden zij terug naar Lystrenium, Iconium en Antiochië om de zielen der discipelen te sterken en hen te vermanen om te blijven bij het geloof en dat wij door vele verdrukkingen het koninkrijk Gods moeten binnengaan. We gaan vervolgd worden. Die prosperity dingen die die mensen zeggen van als je dit als christen moet je hier, als je gezegend bent, Jezus heeft alles gedragen, dus jij moet gewoon prachtig kunnen leven, heel rijk kunnen zijn, alle kunnen kopen, is niet waar. Jezus heeft zelf gezegd, als ik heb geleid, gaan jullie ook leiden. Hij zegt het hier zelf. Hij vermaande hen om te blijven bij het geloof en dat wij door vele verdrukkingen het koninkrijk binnen gaan. We hebben allemaal onze verdrukkingen, waar of niet? Sommige van ons eigen makelij. Oké, okay. Maar wat is het koninkrijk van God? Romeinen hoofdstuk 14, vers 16 tot en met 19. Wat is het koninkrijk van God? Vers 16. Laat van het goede dat je hebt geen kwaad gezegd kunnen worden. Want het koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Want het koninkrijk Gods bestaat niet uit eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede, blijdschap door de Heilige Geest. Want wie door deze geest een dienst krijgt is van Christus, is welgevallen bij God en in achting bij de mensen. Zo laat dan najagen hetgeen de vrede en de onderlinge opbouwing bevordert. Zie je, het punt is dat waar God zegt van, in 1 Corinthië zegt hij het, in hoofdstuk 12 toch, zegt hij, hebben we toch gelezen. Hij zegt, de Heilige Geest geeft verschillende gaven. Waarom geeft hij die verschillende gaven? Waarom? Tot opbouwing van de gemeente. Zie je? Dus hij zegt hier, zo laten wij najagen. Zie je, dan komt dat najagen weer. We moeten de liefde najagen, maar wat moeten we ook najagen? Hetgeen vrede en onderlinge opbouwing bevordert. Dus dat betekent, wat we net hebben gelezen, dat we geen tweedracht moeten toelaten, dus gelaten, geen zelfzucht, geen partijschappen, geen nijd, geen dronkenschap, brasserij en dergelijke. We moeten niet in de gemeente voorkomen. Want we moeten najagen hetgeen vrede en onderlinge opbouwing bevordert. Want het koninkrijk Gods, vers 7, die bestaat niet in eten en drinken. Het gaat niet om het wereldse. Waarom gaat het? Rechtvaardigheid, vrede en blijdschap. Door wie? De Heilige Geest. Zonder Heilige Geest hebben we niet. Nog twee laatste punten. Wat is het koninkrijk van God en wat is het niet? 1 Corinthiërs. Gewoon de volgende boek. Heel netjes. Ik heb allemaal netjes op rij gezet. Handelingen, Romeinen en dan komt 1 Corinthiërs. 1 Corinthiërs hoofdstuk 4. Dus wat is het koninkrijk van God wel en wat is het niet? Koninkrijk van God, vers 20, is, want het koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht. Kracht van de Heilige Geest. Want je mensen die je willen omlaten, alle soort dingen, het gaat niet daarom, het gaat door de kracht van de Heilige Geest. Door de Heilige Geest moet je geleid worden. Ja? Want het koninkrijk van God bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap door de Heilige Geest. En onze laatste tekst, hoef je niet op te zoeken, is in Lucas 14, vers 15. Dit is wat het zegt. Toen iemand van de disgenoten dat hoorde, zeide hij tot hem, zalig wie zal eten van het feest in het Koninkrijk God. Gezegend. Koninkrijk God, als je daarna leeft, ben je gezegend. Maar je moet ook weten hoe je daarin moet leven, hoe je daarna moet leven. Laten we eindigen in gebed. Heer Jezus, ik dank u voor uw woord en ik dank u dat wij mogen zien, Vader God, dat u ons zoveel gegeven heeft.
En dat u ons niet alleen veel gegeven heeft, maar u wil ons ook bekwamen om dat toe te passen in ons leven. Maar leer ons eerst onszelf wegcijferen en u op de troon van ons hart te zetten. Vragen we in Jezus' naam. Zegenen ieder, Vader God, voor de verdere dag. En dat wij ook mogen beseffen, Vader God, dat kerkdienst beperkt is, maar dat wij de kerk moeten uitdragen naar de mensen om ons heen gedurende de week waar wij ook niet komen en waar wij ook niet gaan. Het vragen we in Jezus' naam.